Paragraaf 77 was geëindigd met het voorstel van Kritognathis, het vrij extreme voorstel tot kannibalisme. Hij had dat gedaan in een soort krijgsraad waar alle Galliërs die nog in Alesia zaten samen met Vercingetorix hun zegje hadden mogen doen. En dan komt men tot een besluit. Sententiis dictis, losse ablatief, vooraan in de zin. Sententia, mening, dikere zeggen, dus letterlijk nadat de meningen gezegd waren. Part imperfectum, dus letterlijk passief en voortijdig ten opzichte van constituunt, historisch praesens, en besloten ze. Dus nadat de meningen gezegd waren, nadat ze hun mening gezegd hadden, en nadat ieder zijn zegje gedaan had in die krijgsraad, moet je tot een beslissing komen. Hè? Dat is het punt van een vergadering uiteindelijk. Dus besloten ze, constituunt. Onderwerp zijn natuurlijk die personen in Alesia, die in die krijgsraad zaten, Vercingetorix en andere stammenleiders, stamhoofden. Besloten ze dat. Constituent is een verbum volendi, dus we kunnen nu een volitieve voorwerpszin verwachten. Die krijgen we ook, ingeleid door ut en met de persoonsvormen in de conjunctief, en dat zijn er twee, excedant en experiantur. Dus de volitieve voorwerpszin bij constituunt bestaat uit ut ii, opido excedant, het eerste deel, en het tweede deel verbonden door atque, omnia prius experiantur. Dus dat diegene, excedant opido, kederen gaan, excederen weggaan, dus dat diegene weggingen, opido uit het opidum, uit het versterkte dorp. Eventueel mag men hier moesten toevoegen, omdat het een volatieve voorwerpszin is. Dus dat diegene het dorp moesten verlaten, het versterkte dorp moesten verlaten, en dan krijgen we bij i, het onderwerp van excedant, een betrekkelijke bijzin, qui valetudine aut aetate in utiles sint bello. Dus dat niet iedereen het dorp moest verlaten, alleen diegene die in utiles sint nutteloos waren. Utilis is nuttig. Het prefix in is heel vaak ontkennend, dus niet nuttig, nutteloos. En die nutteloos waren. Om wat te doen, bello. Nutteloos voor wat? Voor oorlog, om oorlog te voeren. En waardoor zijn die nutteloos? Was de oorzaak dat zij niet gebruikt kunnen worden in oorlog? Door hun valetudo, hier in ablatief valetudine, hun gezondheid, aut aetate, aetas leeftijd, hier ablatief vrouwelijk enkelvoud, door hun leeftijd. Dus die door hun gezondheid of door hun leeftijd nutteloos zijn in oorlog. Je kan bello hier zien als een BBB van tijd. Hè. Wanneer nutteloos, niet altijd, bello in oorlog. Dus het eerste wat ze in die krijgsraad beslissen, is dat alleen de personen die nog kunnen vechten, in Alesia mogen blijven. Er is zo weinig voedsel, dat dat alleen voor de krijgers bestemd is. En dat diegenen die niet kunnen vechten, ofwel omdat hun gezondheid te zwak is, ofwel omdat ze door hun leeftijd niet meer kunnen vechten, hè, door ouderdom, die moeten, hè, die worden gedwongen het oppidum van Alesia te verlaten. In de hoop dat het schaarse voedsel dat nog overgebleven is, dan naar de krijgers kan gaan, want zij zijn de enigen die nog kunnen vechten. Dat is de eerste beslissing. Dan atque omnia prius experiantur, experiri, deponent, ondervinden, het uitproberen. Omnia is daarvan het leidend voorwerp, accusatief en zijn meervoud. En prius is een comparatief bijwoord, hè. Eerder.
Experiantur net als excedant in het conjunctief, want persoonsvorm in een volitieve voorwerpszin met verbum volendi constituunt. En dat ze alles eerder moesten proberen, dan, nu krijgen we een bijwoordelijke bijzin van vergelijking bij Prius, hè, eerder dan, dat ze ad critognati sententiam descendant, dan dat ze zich zouden verlagen, descendere letterlijk afdalen, hier figuurlijk afdalen, dus zich verlagen tot sententiam critognati, het voorzetsel van critognatus. Dus wat zegt men hier in de krijgsraad? Het voorstel van critognatus, dat is zo extreem, dat houden we alleen maar als we alle andere dingen eerst hebben uitgeprobeerd. En een van die maatregelen die ze eerst uitproberen, voor ze eventueel het voorstel van critognatus overwegen, is alleen diegenen die fit en sterk genoeg zijn om te vechten, alleen die personen, die Gallius mogen of Inalesia blijven. De rest, die door hun gezondheid of hun leeftijd geen nut meer hebben, en die worden gedwongen het dorp te verlaten. En nog andere maatregelen, alles. Eerst moeten ze echt alle mogelijke middelen hebben uitgeprobeerd, voor ze nog maar denken om het extreme voorstel van Critognatus uit te voeren. Dus op zich zeggen ze hier dat het niet volledig van tafel is. Ze zeggen niet dat voorstel van Critognatus en cannibalisme, dat doen we nooit. Ze zeggen, we doen dat alleen maar als het echt niet meer anders kan. Maar wel eerst alles eerder proberen dan dat ze zich verlagen tot het voorstel van Critognatus. En dan, illo tamen potius utendum, wij denken esse, concilio si rescogat atque auxilia morentur, quam aut deditiones aut pacis subeundam conditionem. Wat we nu krijgen, moet je nog altijd beschouwen als een constructie die afhangt van constituunt. Dus constituunt is hier eigenlijk opnieuw bij te denken en ze besloten dat. En utendum esse is dan een a plus i. Laat ons zeggen, die afhangt dan niet van constituunt, want dat is een verbum volendi, maar eerder van ze zeiden of ze waren van mening. Dus de constructie die je nu hier ziet, utendum esse, is een a plus i, een mededelende voorwerpszin bij een verzwegen, ze waren van mening of ze zeiden. Dat utendum esse, wat zien we hier? Een verbaal adjectief van uti. We zien de vorm en die gebruikt men in het Latijn om iets onpersoonlijk uit te drukken. Dus vertaal dat met men. Dat men moest gebruik maken van wat? Illo concilio, ablatief voorwerp bij utendum, want uti staat met ablatief. Dus dat men toch illo concilio, een hypermatone, dat plan, en dat verwijst dan naar dat plan, dat voorstel van Critognatus, dat men toch dat plan eerder moest gebruiken, potius is een beetje synoniem van prius, wanneer, welke voorwaarde wordt gesteld? Si res cogat atque auxilia morentur. Si let hier een bijwoordelijke bijzin van voorwaarde. Als de zaak ertoe dwingt, cogere dwingen, hier conjunctief praesens. Dus als de zaak ertoe dwingt, dus als het niet anders kan, atque auxilia morentur, en als de hulptroepen, dus dat bevrijdingsleger dat komt, is, hè, morentur, morari, comma, or, treuzelen, uitblijven, niet komen opdagen. Dus als de zaak ertoe dwingt, als het nodig is, en als de hulptroepen niet zouden komen opdagen, dan zeggen zij dat ze toch eerder
dat plan, dat voorstel van Clitognatus moesten gebruiken, dan wat kwam aut deditiones, aut pacis superiundam, of niet beter denken, esse conditionam. Superiundam esse is opnieuw, net als utendum esse, a plus i, meerdere voorwerpzin bij een verzwegen, ze zeiden of ze waren van mening dat. Nu heb je geen onpersoonlijke constructie zoals utendum esse men moest gebruiken, maar nu zie je conditionem als onderwerp bij superiundam esse. Conditio, voorwaarde, subire, ondergaan, superiundam, net als utendum, verbaal adjectief, hier accusatief vrouwelijk enkelvoud, omdat congrueert met conditionem, vrouwelijk enkelvoud. En dat ze dus toch eerder gebruik moesten maken van dat plan van Clitognatus, als de zaak dwingt, letterlijk als nodig is, als niet anders kan, adque auxilia morentur, en als de hulptroepen zouden uitblijven, en dat ze eerder dat voorstel moesten overwegen, dan dat ze, letterlijk, de voorwaarden moesten ondergaan. Voorwaarden van wat? Aut deditionis, aut pacis. Twee keer een genitief, BVB, bij conditionem, de voorwaarden van overgave of van vrede. Dus wat staat hier inhoudelijk? Dat de Galliërs vinden dat ze eerst, omnia prius experiantur, alles moeten uitproberen voor ze het voorstel, het plan van Clitognatus, namelijk cannibalisme, zullen uitvoeren. Maar toch, als het echt niet anders kan, als er geen andere oplossing is, dus als de hulptroepen niet komen opdagen, dan valt dat extreme voorstel van Clitognatus, toch, dan krijgt dat de voorkeur op zich overgeven of vrede aanvaarden. Dus hiermee zeggen ze, overgeven, een overgave aan keizer of vrede aanvaarden, zullen we nooit doen. Dan doen we nog eerder aan cannibalisme, in de hoop de belegering nog wel langer uit te houden, dan dat we ons overgeven aan keizer of een vredesvoorwaarde ondergaan. Dat staat hier. Als we ganse zin hernemen, nadat ieder zijn mening gezegd had, besloten ze dat diegene die door hun gezondheid of door hun leeftijd nutteloos waren in oorlog, het versterkt heuveldorp moesten verlaten en dat ze alles eerder moesten uitproberen dan dat ze zich verlaagden tot het voorstel of de mening van Clitognatus. En dan bij te denken, hier, ze waren van mening dat, ze dachten dat, toch dat voorstel moest gebruikt worden, dat men dat plan moest uitvoeren, eerder dan de voorwaarden van ofwel overgave of vrede te ondergaan, sires cogat ad auxilia morentur, als de zaak ertoe dwingt, dus als het niet anders kan, adque auxilia morentur, en de hulptroepen zouden uitblijven. Nu, waarom experiantur en excedant cognitief zijn, heb ik net gezegd, volatieve vooruitzin. Waarom sint een cognitief is, staat hier, hier verwijst men naar de grammatica, en 349.1, dat komt neer op attractio modalis, dat wil zeggen, normaal gezien staat in een betrekkelijke wijze de indicatief, dus sunt. Waarom staat hier dan een cognitief? Omdat deze bijzin een betrekkelijke bijzin is. Bij een antecedent dat al in een bijzin staat, in de cognitief, en dan neemt sunt de wijs over van deze twee cognitieven. Dus sunt wordt hier cognitief onder invloed van excedant en experiantur, die in de cognitief staan in de oetsing. Dat heet attractio modalis, dus dat men de wijs overneemt van een vorige bijzin die ofwel in de cognitief of in de infinitief staat.
Hier staat de verwijzing naar de grammatica, daar vinden jullie dat ook terug. Dus dat is men uiteindelijk overeengekomen in die vergadering, nadat iedereen zijn zeg had gedaan. Dus de Galliërs beseffen wel dat dat voorstel van Clitognatus vrij extreem is. Ze gaan er dan ook alles aan doen om eerst alle andere opties uit te proberen. Maar als het echt niet anders kan, dan zullen ze nog liever het plan van Clitognatus uitvoeren dan zich over te geven aan de Romeinen of vredesvoorwaarden te aanvaarden. Goed, dan mandubii, qui eos obidore ceperant, cum liberis atque uxoribus ex ire coguntur. De mandubii, onderwerp vooraan, coguntur, persoonsvorm achteraan, cogere, dwingen, de mandubii worden gedwongen, historisch praten, dus werden gedwongen, om wat te doen, ex ire, weg te gaan, met wie, cum liberis atque ux oribus, met hun kinderen en vrouwen. En wie waren de mandubii? Qui eos oppido recaperant, betrekkelijke bijzin bij mandubii, die hen in hun oppidum, in hun versterkt heuveldorp, ontvangen hadden. Recaperant plusquamperfectum van recipere. En eos verwijst dan naar die krijgers, vercingetorix en andere stamhoofden die zich in Lycia hadden teruggetrokken om de belegering van keizer te doorstaan. Dus mandubii, die eigenlijk in Alesia woonden, die hadden hun deuren opengezet voor Vercingetorix en zijn krijgers. En nu als dank voor dank worden die gedwongen hun eigen dorp te verlaten, samen hun kinderen en hun vrouwen. Dus nadat ze zeer gastvrij hen ontvangen hadden in hun dorp, worden ze nu verplicht door die eos, door Vercingetorix en zijn krijgers, om uit het dorp te gaan met hun kinderen en vrouwen. Omdat ze niet nuttig zijn in oorlog, moeten ze het oppidum van Alesia verlaten. Er is immers niet genoeg voedsel om iedereen te voeden. En dan mogen alleen, omdat het extreme omstandigheden zijn, de krijgers, alleen de krijgers mogen dan de rest van dat voedsel gebruiken. De rest moet weg, dan zijn er minder monden om te voeden. Dus dit is een van die omnia, die maatregelen die ze eerst proberen, voor ze aan dat extreme voorstel van Clitognatus beginnen. En hopelijk winnen ze daar, wie weet, een week extra mee, tot dat bevrijdingsleger wel komt opdagen. Dat is hun hoop. Hun tijd nog wat rekken. En hopelijk lang genoeg. En dan is het hoop dat die auxilia komen helpen en keizer langs twee kanten aanvallen. Hè. Dan, wat gebeurt er dan met die mandubii, die gedwongen worden hun eigen oppidum te verlaten? Hi, cum ad munitiones romanorum accessissent, flentes omnibus praetibus orabant. Hier nominatief mannelijk meer naar het onderwerp van Orabant. Hier verwijst naar die mandubii, die net uit hun dorp zijn gezet, met vrouw en kinderen. Dus deze mandubii, deze Galliërs. Orabant is de persoonsvorm, indicatief imperfectum. Orare smeken. Imperfectum benadrukt hier dat hun smeekbeden bleven duren. Wanneer iemand smeekt, je smeekt meestal niet één keer, maar herhaaldelijk in de hoop dat je smeekbeden effect zullen hebben. Daarom imperfectum, de voorkeur op het perfectum. Dus deze mandubii bleven smeken, omnibus praetibus, ablatief bewijzen, met alle smeekbeden, en omnibus betekent hier eerder alle mogelijke smeekbeden. En dan hebben we nog flentes, participium praesens, actief, komt overeen met onderwerp hi, dus nominatief mannelijk meervoud, wenend, al wenend,
nominatief, want dubbel verbonden bepaling bij hi orava. Dus deze Manubiërs smeekten, al wenend, hè, terwijl ze weenden, omnibus spreekibus met alle mogelijke smeekbeden. En wanneer deden ze dat? Cum ad munitiones romanorum accessisent, een cum historicum hier, dus tegelijk bij woordelijke wijze van tijd. Dus wanneer en reden om dat, maar je kunt alleen maar met wanneer vertalen. Hè. Wanneer ze ad munitiones romanorum accessisent, accessisent pointif plusquam perfectum, van accedere, naderen, dichterbij komen. Conjunctief hier, want cum historicum, plusquam perfectum, want voortijdig ten opzichte van verleden hoofdwerkwoord orabat. En toen ze de verschansingen van de Romeinen genaderd waren, en tot bij de verschansingen van de Romeinen genaderd waren, BBB richting hier, ad met de accusatief, Romanorum genitief BVB bezit bij munitiones. Munitio, een versterking, een verschansing. Dat verwijst naar die verdedigingsgordel die keizer gebouwd had rond Alesia om de stad te belegeren. Goed, dat voor die cum zin, cum historicum. Dus als we voorlopig nemen, toen ze de verschansingen van de Romeinen, tot bij de verschansingen van de Romeinen genaderd waren, smeekten deze Mandubii, wenend, of terwijl ze weenden, omnibus precibus, met alle mogelijke smeekbeden, dat orare is een verbum volendi, dus nu krijgen we een volitieve voorwerpszin, en als constructie ut conjunctieve, dat juarend, dat ze hen moesten helpen. Waar staat die hen? Hier C. C is accusatief, leidend voorwerp bij juarend, en C verwijst naar die mandubii, en die smeken. En die smeken tot wie? Tot die Romeinen die ze op die verschansingen vinden. Dus ze zijn afgedaald uit hun oppidum, het niemandsland voorbijgestoken, en nu staan ze voor die omwalling, die munitio, die verschansing, die belegeringsgordel, die keizer rond Alesia had gebouwd. En zij richten zich tot die Romeinen die erop staan met smekende woorden. Hè. Smekende dat zij hen zouden helpen. Die C verwijst naar de Mandubii. En het onderwerp van Juaren zijn dan de Romeinen. Waarmee helpen Kibo met voedsel? En wanneer? Receptos in servitudinem. Servitudem. Nadat ze ontvangen waren in slavernij. Servitus, servitutis, slavernij. Dus zij stellen een ruil voor. Hè? Dus zij vragen hier, neem ons op, hè? Recipere, laat ons toe, neem jullie op binnen jullie verschansing. Help ons met voedsel, want waarschijnlijk zijn jullie al vrij uitgehongerd, gezien het voedseltekort in Alesia. En zij stellen een deal voor, als jullie ons voedsel geven, dan zijn wij bereid onze vrijheid op te geven en jullie slaaf te zijn. He, dus ze smeekten dat de Romeinen hen zouden helpen met voedsel, nadat zij in slavernij ontvangen waren, als slaaf ontvangen waren. Dus dit is een soort quid pro quo. He. De Galliërs, die Mandubii, weten natuurlijk dat de Romeinen niet zomaar uit menslievendheid of barmhartigheid en voedsel zouden geven, daar moet die tegenover staan. En in die tijd was dan meestal uzelf ten dienste stellen van de persoon aan wie je iets vraagt. En dat gaat hier zelfs vrij ver, hè? Uzelf vrijwillig tot slaaf maken. Als dat de enige manier is om uw leven, om in leven te blijven, hè? Om voedsel te krijgen. En dat was waarschijnlijk ook de hoop die Vercingetorix en die andere mensen in Alesia hadden. De Romeinen zullen wel niet zo onmenselijk zijn om burgers, Gallische burgers, geen krijgers, Gallische burgers, die niet kunnen vechten. Dus dat gaan waarschijnlijk kinderen en ouderen en vrouwen geweest zijn. Ze gaan die toch niet laten verhongeren daar in niemands land tussen Alesia en die eerste belegeringsgordel. Vercingetorix ging er waarschijnlijk vanuit, keizer en de Romeinen zullen die wel toelaten en voedsel geven.
en hen dan als slaaf gebruiken. Daar hoopte Vercingetorix op. Maar, ad, Caesar, dispositis in vallo custodiis, recipi prohibebat. Maar Caesar, prohibebat, verbood, zei nee, verbood, opnieuw imperfectum, net als Raband, dus hij zei waarschijnlijk meerdere keren, negen mocht niet binnen, negen mocht niet binnen. Verbood dat ze ontvangen werden. Recipi passief infinitivisent van recipere. En verbood dat ze ontvangen werden. Vlot mocht je natuurlijk actief vertalen, maar Caesar verbood hen toe te laten. En dan hebben we nog een losse ablatief met de waarde van een bijwoordelijke wijzing van tijd. Dispositis in vallo custodiis. Custodia. In meervoud onzijdig. Wachtposten, wachters. Nadat wachtposten disponere betekent op verschillende plaatsen plaatsen. Uit elkaar plaatsen. En wallum is een wal, meestal bestaande uit de aarde die uitgegraven was, de Romeinen, wanneer ze een verschansing bouwden. Groeven eerst een diepe gracht uit, een fossa, en met die aarde bouwden ze dan een wal, een wallum, ons woordje wal komt van wallum, en op die wallum bouwden ze dan meestal hun verdedigingsgordel, en een soort houten constructie, dat je in totaal een vrij grote afstand moest overbruggen als vijand. Eerst een gracht, en dan is een wal, en dan is houten palissades. Dus nadat op die wal wachtposten geplaatst waren op verschillende locaties. Dat verwijst naar die belegeringsgordel. En op verschillende punten, laten we zeggen om de 100 meter of zo, stond er waarschijnlijk een wachttoren waar Romeinen in shiften de wacht moesten houden. En zij konden dan zien, aan daar zijn plotschouders en die vragen iets. En nadat, en het gaat over die wachtposten, nadat die wachtposten op verschillende plaatsen neergezet waren, verbood Caesar dat ze ontvangen werden, hen te ontvangen, hen toe te laten. Dus Caesar zei nee, Caesar houdt het been stijf, is kordaat. Vanuit een modern standpunt kan dat als onmenselijk gezien worden. In moderne tijden zijn wij het gewoon dat wij mensen die bijvoorbeeld asiel zoeken of slachtoffers zijn van oorlog, dat we die opvangen. Ook al zijn dat zogezegd vijanden. Romeinen zouden hier Caesar bewonderd hebben om zijn fortitudo, zijn firmitas animi, zijn standvastigheid. Om zich niet te laten doen door een vijand en door een galjer. Dus waar wij misschien zouden zeggen, oei, dat is niet menslievend, zou een Romein deze kwaliteit in Caesar als leider bewonderd hebben. Zeker wanneer het hier gaat om een soort eindpunt binnen een langdurige oorlog, dan is het nodig even in de ogen van de Romeinen. Hard te zijn, hard op te treden en zoiets niet toe te laten. En dan komt dat natuurlijk als een slag in het gezicht terug van Vercingetorix. Zo rekende Caesar ook. Caesar zei nee, ook omdat hij wist, zo leidt Vercingetorix gezichtsverlies. Zo gaan die Galliërs in Alesia waarschijnlijk morren tegen hem. Van, hoe, je had beloofd aan ons, Caesar zal die wel onderdak geven. En zie nu, hij doet dat niet. Caesar hoopte dus door nee te zeggen dat Vercingetorix in Alesia daar waarschijnlijk commentaar op zou krijgen. Dat het een onverstandige beslissing was om die man door die weg te sturen. Goed, en dan lezen we hier nog uiteindelijk aan het ontzettingsleger, de Auxilia. En die komen wel opdagen uiteindelijk. Dus dit was nog niet zo'n onverstandige beslissing. Hun gok was terecht. Ze hebben een paar dagen hun leven kunnen rekken hier. En het leger, het bevrijdingsleger, kwam dan wel. En samen hebben ze nog tegen Caesar op twee fronten oorlog kunnen voeren. En
het was even kantje boordje, de strijd van alle kanten uit. Maar dan, zoals vaak, zegt Keizer uiteraard, ondanks de numerieke meerderheid van de Galliërs, slaagden de Romeinen er toch in hun stellingen te behouden en werden de Galliërs zonder mededogen afgeslacht. Hier zien jullie twee voorbeelden van een graadconstructie. Langere zinnen bij Keizer. Soms kan het handig zijn visueel duidelijk te maken aan de hand van een graadconstructie wat hoofdzin is, wat bij zijn eerste graad is, tweede graad en zo verder. Dat zien jullie hier. Hè. Ik had gesproken over sint attractio modalis. In zo'n graadconstructie wordt dat duidelijk. Hè. Qui valetudine aut aetate inutri sint bello, sint bij zijn tweede graad, doort bij een bijzin van de eerste graad die al in de conjunctief staat. Dus waar oorspronkelijk sunt een indicatief stond, komt nu sint een conjunctief te staan onder invloed van de conjunctief uit de bijzin eerste graad. En hetzelfde geldt voor descendant. Hè. Descendant was oorspronkelijk ook gewoon indicatief descendunt, maar omdat experiantur uw persoonsvorm van de bijzin eerste graad conjunctief is, neemt descendunt de conjunctief daarvan over en dat verschijnsel heet dan attractio modalis. Dat voor het principe graadconstructies. Hier zien jullie de werkvertaling die jullie ook op Smart School kunnen vinden. Werkvertaling altijd handig als beginpunt, maar zeker niet als eindpunt. Als beginpunt om de Latijnse zin te begrijpen, maar dan is het wel de bedoeling dat jullie sommige zinnen vlotter proberen te vertalen in vlot Nederlands. Dan moet je eigenlijk niet meer kijken naar het Latijn, maar naar deze soms vrij on-Nederlandse zinnen en die dan in vlot modern Nederlands te schrijven. Goed, dat voor paragraaf 78.